Veronica B. Een beste beurt. Dankzij dik 300.000 leden krijgt Veronica er op 1 oktober zendtijd bij. En voor de feestprijs van 10 piek moet je daarom nu lid-abonnee worden. Want voor slechts 10 piek krijg je iedere week het mooie dikke Veronica-blad tot 1 oktober. Bel snel 035-284-3x6. 035-284-666. Hier Radio Veronica op 198 meter, de 33 meter band en FM. Gastvrouwen, Ellen van Eck. Hoop dat u met genoegen zult luisteren naar de vele gasten die vanmorgen achter onze VRON-microfoon voor u zullen optreden. Dit is het geluid van Radio Veronica. Als u dat wilt. Koffietijd. Dames en heren, en nu? Men vraagt. Wij draaien. Veronica. Radio Nieuwsdienst verzorgd door de ANP. Minister Van der Lauw van CRM heeft besloten de Veronica Omroeporganisatie per 1 oktober aanstaande de status van B-omroep te geven. Veronica verwacht televisiezendtijd te krijgen op zondagavond en maandagmiddag. Over de indeling van de radiozendtijd is nog niets bekend. Dit was het nieuws. Afgelopen zaterdag, 20 maart, was het eindelijk zover. Minister André Van der Lauw maakte bekend dat Veronica B-omroep wordt. Dat gebeurde in het VARA-radioprogramma In de Rode Haan. Ik wilde tenslotte nog even met u kijken naar de grote Hilversumse omroepen. Rond de jaarwisseling heeft er weer een ledentelling plaatsgevonden. Op grond daarvan zegt Veronica, ik ben jong, ik wil wat, namelijk meer zendtijd. Krijgt Veronica die? Het ziet er naar uit dat Veronica inderdaad wat krijgt. De omroepraad heeft mij gisteren laten weten dat ze de cijfers heeft gecontroleerd. En dat, hoewel het geloof ik net aan was, Veronica de B-status krijgt. Dat betekent dat Veronica er ongeveer 4 uur in de week, kleine 4 uur in de week bij krijgt met ingang van 1 oktober. Een weinig elegante wijze om deze beslissing aan Veronica kenbaar te maken. Maar wat kun je anders verwachten in een omroepbestel dat zoveel nauwe politieke banden heeft? Een socialistische minister geeft zijn primeurs aan een socialistische omroep. Maar het nieuws is er niet minder plezierig om. Veronica is gepromoveerd tot B-omroep. En daarvoor wil ik alle leden van de Veronica-omroeporganisatie hartelijk danken. Want alleen dankzij de steun van onze leden hebben we dit kunnen bereiken. Veronica, een naam die al vanaf 1960 garant staat voor goede programma's. Aanvankelijk vanuit de Noordzee met het zendschip Radio Veronica. En toen dat in 1974 via een wetswijziging onmogelijk werd gemaakt, als omroeporganisatie binnen de enge grenzen en de moeizame organisatiestructuur die de Nederlandse Omroepwet voorschrijft. Nu B-omroep worden betekent dat we pas vanaf 1 oktober van dit jaar meer zendtijd krijgen. Op tv 4 uur extra en op de radio krijgen we er ongeveer 25 uur bij. Verdeeld over Hilversum 1, 2, 3 en 4. Met welke programma's we die tijd precies gaan vullen kan ik nu nog niet vertellen, omdat nog niet bekend is op welke tijden onze uitzendingen worden geplaatst. In 1975 begon Veronica als aspirantomroep met 3 uur zendtijd per week. Nu, ruim 6 jaar later, zijn we gegroeid tot B-omroep met ruim 330.000 leden en straks bijna 40 uur per week op de radio. In het komende uur geven we een overzicht van de ontwikkelingen rond de Veronica Omroeporganisatie vanaf 1975. En we doen dat door middel van fragmenten van programma's zoals we die de laatste jaren hebben uitgezonden. We gaan terug naar 28 december 1975. Veronica had de twijfelachtige eer om Hilversum 4 te openen. Dit is Veronica op Hilversum 4. Het
Tot u spreekt Tom Stom, hoofdafdeling klassieke muziek van de Veronica Omroeporganisatie. Goedemorgen, klassiek vrienden. Het is zover. Hilversum 4, de zender die zoveel klassieke muziek in haar muziek doet, is in de lucht. Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil mogen staan. Zo, dat was dat. Ik geef nu het woord aan onze vaste presentator op Hilversum 4, Simon Somber. Simon Somber op 4. Simon Somber op 4. Zwaar klassiek, zwaar klassiek. Goedemorgen, luisteraars. Hier is dan Simon Somber. Ik ben uw vaste presentator op Hilversum 4, waar wij dus meer klassiek zullen draaien dan op de andere zenders gewoonlijk is. We beginnen meteen met een bijzonder fijne uitvoering van Domenico Cimarosso. Een concert voor hobo en strijkorkest in C. Het is een bewerking van Arthur Benjamin. Introducio allergo, singancari allergo, allergo guasto. Anatoly Lubimov met kamerorkest onder leiding van Lev Marquez. Wat belachelijk. Hallo, wilt u onmiddellijk die plaat afzetten? Wat krijgen we nou, zeg? Wat is dat voor een troep ineens op Hilversum 4, ha? En is dat gekrijs en zo? Wat? Wat nou, verkeerde hoesje? Heb ik niks mee te maken, verkeerde hoesje? Dan moet je van tevoren uitzoeken dat je het goede normale hoesje opzet. Toch een belachelijke zaak op Hilversum 4, dat gekrijs van die battles. Zag je iemand me gek te houden? Staat een goede plaat op? Belachelijk.